In deze video ga ik jullie uitleggen hoe je een piston slash zuiger kan maken in Minecraft. Dus laten we geen tijd verspillen en laten we beginnen. Maar eerst ga ik je uitleggen wat een piston is en wat je hier juist mee kan. Een piston is een redstone component en als deze gepowered wordt, zal het hoofd van de piston één blok vooruit gaan. En wanneer de piston dan niet meer gepowered wordt, zal dit hoofd zichzelf weer intrekken. Je kan dit mechanisme ook gebruiken om blokken vooruit te duwen. Welke items heb je nodig om de piston te maken? Om de piston te maken heb je 4 items nodig. Enerzijds heb je houten planken nodig. Je hebt ook nog cobblestone nodig, een iron ingot en redstone dust. Als je dan deze 4 items hebt, open je de crafting table. Zet je op de bovenste rij van de crafting table 3 houten planken. Dan zet je in het middelste vakje zet je 1 iron ingot. En daaronder zet je nog een redstone. En de resterende vakjes vul je met cobblestone. En voilà, zo krijg je dus een piston. Vond je deze video nu interessant? Dan zal je de video die rechts in de endscreen staat ook wel interessant vinden. Want daar leg ik uit hoe je een observer kan maken.